We bouwen en gebruiken daarbij onze handen. Hoe houden we onze handen en met name de huid gezond? Collega Johan weet er meer van, dus we gaan even naar hem toe. Waarom is de huid zo belangrijk? Nou, je huid is je grootste orgaan en het beschermt je tegen allerlei invloeden van buitenaf. Wat kan er misgaan? Nou, als bouwvakker kom je met heel veel stoffen en materialen in aanraking. En je huid beschermt je, maar heeft ook tijd nodig om je te herstellen. Wat als de tijd voor het herstel nu te kort is? Nou, dan wordt je huid ruw, rood. En dat wordt eigenlijk steeds erger, ook steeds lastiger te verhelpen. En uiteindelijk kun je last van pijnlijke kloofjes krijgen. Oké, en iedereen komt terug van vakantie met herstelde handen. Hoe ga je nog goed aan de slag? Nou, wees je er wel van bewust dat je dus weer met stoffen aan de gang gaat die je huid weer kunnen beschadigen. En kijk goed waarmee je werkt en zorg ervoor dat je de juiste handschoenen draagt. En wat als je merkt dat je handen rood en ruw gaan worden? Nou, het beste is om dan in ieder geval 's avonds, maar liefst ook 's ochtends, je handen in te smeren met een goede vette crème of zalf. Dat helpt om de huid sneller te laten herstellen. En als het niet helpt? Nou, neem dan contact op met de bedrijfsarts en die kan je verder helpen. En kijk op de website van Volandis, want daar staan heel veel goede tips op. Oké, bedankt Johan voor de tips. Graag gedaan. En als je nog vragen hebt, bel dan de vraagbank van Volandis. Gaan we doen.